FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Voor keeper Nordin Bakker was het een mooie week. Niet alleen boekte FC Volendam op bezoek bij Helmond Sport de eerste overwinning van het seizoen, ook hield de doelman zijn doel schoon. Ja, dat is natuurlijk, daar sta je voor om de nul te houden. En dat is echt een heerlijk gevoel. Het werd ook weer even tijd dat we wonnen en de nul hielden. We hunkerden recht na die overwinning. En dat heeft lang genoeg geduurd, denk ik. 3 wedstrijden niet gewonnen. Ja, dan win je eindelijk. In de laatste minuut ook. Dus dat is extra lekker. Bakker ziet zijn teamgenoten steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we even moesten wennen. Maar nu de eerste overwinning binnen is, gaan er meer volgen. Zondag is Go Ahead Eagles de tegenstander. Een moeilijke ploeg, weet de doelman. Ja, het is ontzettend goede ploeg. Sterk team. En ik denk dat ze net als ons ook een wisselvallig begin hebben. Maar ik denk dat we ze kunnen pakken zondag. Het strijdplan is duidelijk. Ja, ik denk ons eigen spel spelen. En gewoon volle bak erop. En ja, dan gaan we die pot gewoon winnen. Met Mitchell Michaelis komt Bakker zijn collega-doelman van het afgelopen seizoen tegen. Ja, zeker. Waarschijnlijk staat hij hier niet op. Zit hij op de bank. Maar ik heb nog regelmatig contact met hem. Ja, heb je even contact gehad met hem? Ja, zeker. Dat is extra leuk tegen Mitch. En ja, dat hij weer terug is hier. Ja, dat is extra leuk zeker. De wedstrijd FC Volendam Go Ahead Eagles is live te volgen op Fox Sports, het Twitterkanaal @FC Volendam en de story op Instagram.